Hey, Ron hier van de Medisch Show. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Veel mensen die vragen mij wel eens, joh, Ron, hoe werkt het nou met het goochelen? Is het nou gewoon echt allemaal een kwestie van afleiden? Nou, dat is het. Ik zal je een voorbeeld geven. Let op, ik heb hier 3 jokers en 1 vrouw. En het is de bedoeling dat je die vrouw in de gaten houdt. Nou, die heb ik wat makkelijker gemaakt, omdat ik die als enige een rode rug heb gegeven. Kijk, die jokers zijn allemaal blauw en die vrouw heeft dus een rode rug. Ik ga die vrouw hier aan de kant leggen. Dan ga ik hem terugstoppen in het spel, zonder dat je dat ziet. En dat doe ik niet 1 keer, maar dat doe ik 2 keer. Let op. Zag je het? Waarschijnlijk niet, want ik heb je afgeleid. Maar kijk, het is toch gelukt. Want kijk, die vrouw is weer terug. Terug in het stapeltje. Ik zal het nog een keertje doen. Dus let goed op die vrouw. Niet tussen mijn handen, maar ik ga je afleiden. En om je af te laten leiden, moet ik je eerst ergens anders naar laten kijken. Dus kijk, dan laat ik je gewoon bijvoorbeeld naar de groene kaart kijken. Dan zit je niet op te letten wat er met deze hand gebeurt. Want je hebt het niet gezien, maar ongelooflijk. Maar kijk eens, ik heb weer die rode kaart teruggekomen. Ik zal het nog een keertje doen, alleen ik zal het deze keer iets anders doen. Ik ga je namelijk naar die vrouw laten kijken. En terwijl ik dat doe, verander ik die in een aas. En terwijl je hier naar zit te kijken, heb ik hier de jokers veranderd in de andere 3 azen. Nou, het is allemaal een kwestie van afleiden dus.